Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Stacy Jane Menig. Het is een enorme energieke jonge dame die zeg maar in 2021 een transformatie heeft doorgaan in haar leven. En dat deelt ze vandaag met ons. What made is a little Q-Time. Stacy, welkom in Q-Time. Dank je wel. Vertel ons een beetje meer over jezelf. Want in 2021 heb je me al verteld, heb je echt een andere weg ingeslagen met betrekking tot jouw carrière. Yes. Maar van huis uit en jouw eigen interesses van toen je voor die periode. Vertel ons wat meer daarover. Ik ben altijd heel creatief geweest. Ja. En ook innovatief. Ik wilde altijd andere dingen uitproberen. En ook leren van andere mensen. Van huis uit heb ik ook een hele gedisciplineerde vader. En hij je zegt het echt zo met een lach. Volgens mij een beetje ander woord voor streng, no? Dat ja. Is... En ik heb heel veel van mijn vader geleerd. Ja. Vooral om door te zetten en het beste te maken van je leven. Ik ben de oudste van 4 meisjes. En ik moet sowieso dan het voorbeeldfiguur zijn voor die anderen. Ja. En ja, ik heb alles op alles gezet. Ik heb de bedrijfskunde gedaan op de Universiteit van Suriname. Bedrijfskunde is breed, is een brede studie. Mm-hmm. En mijn hart ging dan echt uit naar finance. Ja. Ik ben me dan daarna gaan verdiepen in finance. Verder heb ik dan hobby's zoals... dichten, schrijven. Ja, oké. Okay. En ik ook. Daar komt je creativiteit. Want finance is ja, nou ja, ja. Kan creatief zijn met cijfers, maar is niet echt een heel erg creatieve uiting. Integendeel, juist een beetje strakker en zakelijker. Helemaal. Ja, oké, okay, maar die twee dingen gaan dan mooi met elkaar samen in balans. Klopt, ja. Klopt. En verder zing ik ook in de gemeente. Ja. Ik ben heel godvrezend opgevoed en mijn eerste inspiratiebron is de Heer Jezus. Okay. En natuurlijk mijn partner en andere familieleden. Ja, yes, ja wel gelijkgestemd zijn natuurlijk, hè, om het wat makkelijker te maken. Yes. Maar in 2021 heb je een besluit genomen. Yes. Wat is de aanleiding voor dat besluit geweest? Net als wat ik aangaf in het begin. Ze zagen heel veel potentie in me, de mensen om me heen. Ja. En ze zagen ook leiderschapskwaliteiten. En, maar je had gewoon een baan? Ja, ik had eerst een baan. Mm-hmm. En ik deed ook finance. Ja, oké. Okay. Ik deed ook finance. En eigenlijk waar ik toen werkte, zag ik bepaalde knelpunten. Ja. En ik deed intern, dus in het klein al, financiële zaken voor kleine en startende ondernemers. Eigenlijk, dat deed je erbij? Ja, dus mensen die me kenden vroegen me om dat voor ze op te stellen. En er kwam dan meer vraag. Ze sturen dan ook klanten naar me toe om ze dan te helpen of te begeleiden, et cetera. Ik zag van, oké, er is vraag. Ik heb mijn marktonderzoek toen verricht. En er kwam steeds vraag van, hey Stacy, kan je ons helpen, et cetera. En ik ben het gaan overwegen. Ja. Als dit het echt moet zijn voor mij. En mijn marktonderzoek verricht. Een heleboel dingen gedaan. En toen maakte ik het besluit. Ik heb natuurlijk ook andere mensen die heel veel ervaring hebben in deze branche gevraagd. Van hoe zit het ermee, et cetera. Wat vinden jullie hiervan? En ze gaven me de goedkeuring om te starten. Ja. Had je vroeger altijd het idee dat je iets wilde doen om te ondernemen? Nee. Dat heb je nooit gehad? Nee, ik zou eigenlijk... Ik was van plan om altijd voor iemand te werken. Ja. Of op kantoor zitten. Vroeg in de ochtend opstaan. En naar het werk gaan. Maar nadat ik eigenlijk de inspiratie kreeg van anderen daarbuiten... heb ik toen mijn besluit gemaakt om mijn eigen onderneming te starten. Oké, okay, en die staat er nu? Yes. Hoe heet je onderneming? Efancy. Efancy. Yes. Oké, okay. En waar staat dat voor, Efancy? Want als ik naar die naam luister, dan denk ik aan feest en leuke dingen. En weet je, mooie creatieve dingen zoals je ook aangaf, die je ook
die je ook kan of doet. Mm-hmm. Maar wat is AFANCY? AFANCY staat voor Accurate Financial Analysis Consultancy. Oké, okay. Hele mond vol die naam. Okay. Yes. Gelukkig heb jij het uitgelegd, ik zou het niet onthouden. Oké, okay, dus yes. Financial... Accurate Financial Analysis Consultancy. Oké, wauw. Heel mooi. En accuraat, omdat we heel nauwkeurig zijn. Moet en, met cijfers, ja. En vooral doelgericht. Als je naar onze logo kijkt, dan zal u dan een cirkel zien met een pijl erin. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat we heel doelgericht zijn. Oké, heel mooi. En dat bedrijf bestaat dus nu vanaf 2021, heb je het besluit genomen. Klopt. Dus eigenlijk vrij jong nog. Ja, heel Wat jong. Doen jullie allemaal? We verzorgen verschillende trainingen, mm-hmm. financiële trainingen. Vandaar omdat u hoort Accurate Financial en ook niet financiële trainingen. Mm-hmm. De financiële trainingen zijn onder andere het opstellen van uw financieel management rapportages, meer voor kleine en startende ondernemers binnen en buiten Suriname. En we verzorgen ook trainingen zoals how to calculate your price, mm-hmm. kostprijscalculatie, begrotingen opstellen en budgetteren. Het is een heleboel. Ja. En de niet-financiële trainingen zijn onder andere emotionele intelligentie, teambuilding en ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, time management, etc. Ja. Die trainingen worden verzorgd door mijn business partner, mm-hmm. Vanessa Burgers-Lieveld. Ja, ja. Yes. Oké, okay, dus je bent niet alleen. Je hebt een team en je hebt ook een partner. Klopt. En daardoor brengen jullie zeg maar jullie eigen talenten bij elkaar. Yes. Om beide kanten van het verhaal te over te dragen, als het ware, in de trainingen. Oké. Okay. Yes. Het is wel grappig, want financiële, het hele plaatje van financiële met emotionele intelligentie. Ja. Maar ik begrijp het wel, want financiële mensen worden vaak gezegd dat ze een beetje star zijn, slecht in communiceren en dergelijke. En je moet allebei de talenten hebben of ontwikkelen natuurlijk. Hè? Klopt. Dus dat is wel een mooie samenkomst. Maar oké, je werkt dus wel voor bedrijven en je geeft ook trainingen. Yes. Dus allebei. Beide doe ik, ja. Ik heb ook medewerkers in andere bedrijven die dan invoerwerk. Ja. Voor me, dus niet voor mij doen, maar ze namens mij, toch? Namens AFANCY, voeren ze dan het financieel gedeelte van het bedrijf daarin. Ja. Okay. Dus zo, en we doen ook workshops. Ja. We hebben laatst 2 maart hadden we een hele mooie workshop mm-hmm. voor tieners tussen 11 en 15 jaar, ontwerpen als architect. Het was echt geslaagd. Ja. En er is nog een heleboel... Hoe kom je naar deze hele C-stap weer? Hoe kom je daaraan? Dat is eigenlijk begonnen... Dat van de kinderen bedoelt u toch? Het is eigenlijk begonnen bij een andere businesspartner van mij. Ja. Ik zag dat ze ook heel veel bezig is met kinderen. Mm-hmm. Maar ze had dan ook hulp nodig. En toen zijn we dan samen gestart om... de workshops te verzorgen aan kinderen. We zijn toen begonnen met van zakgeld naar sparen. Het is mijn specialisatie. Mm-hmm. Dus we zijn dan daarmee begonnen. En mensen blijven dan vragen, wanneer hebben jullie dan weer zo'n workshops, et cetera. En klanten houden ervan wanneer je eigenlijk consistent bent, et cetera. En de klanten moet je eigenlijk ook tevreden stellen. Ja. Vooral als je ook al bezig bent met ondernemen. Ja. Okay. Zo groei je ook als onderneming. Ja. Okay. Dus ik ben een duizendpoot. Ik merk het. Ik ben een duizendpoot, ja. En je bent jong, dus je gaat nog alle kanten uitgroeien. Hoe kunnen mensen in contact komen met jou? En hoe gaat de procedure om van jouw diensten gebruik te kunnen maken? Oké. Op onze Facebookpagina, AFANCY, kunnen ze altijd een chatbericht sturen. Of op onze WhatsApp-nummer. Ken die niet uit het hoofd? Nee. Ja, we gaan het voor je in beeld brengen. Oké. Ook via TikTok, Instagram en LinkedIn zijn we te bereiken. Oké. Okay. Yes. We moeten je vinden. Okay, je hebt al helemaal uitgelegd wat je dienstverlening allemaal inhoudt. Yes. En als mensen contact met je opnemen, dan kan je daar dieper op ingaan. Klopt, helemaal. Heel erg veel succes. Gefeliciteerd met je eigen onderneming. Het Dankjewel. Is altijd blijft spannend. Yes. Zelf ondernemen is altijd een hele uitdaging. En elke dag... nieuw en uit verschillende hoeken waar je het niet verwacht. Ja, dus die kracht ga je nog moeten blijven vragen. Helemaal, best wel uitdagend soms hoor. Yes. Ja, maar wel leuk. Wel leuk. Helemaal. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Succes ermee. En ik zou zeggen, verras ons met wat je allemaal nog meer in petto hebt. Zeker dat weten. Zal nog komen. Zeker weten. Okay.
Hartelijk dank. Dankjewel, Stacey. Yes. U ook bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.